zo wordt Melanie de eerste achter de gangmaker Jerry Arendsen. Zal het tempo langzaam opgevoerd gaan worden. Tempo gaat er op. De tellers op de derde zijn geprogrammeerd daarvoor. Omdat de gangmaker exact het juiste tempo aanhoudt. Aan de overzijde gaan de derde uit de baan. We gaan de zesde dames de sprint aan. Het is dus meteen de finale. Nog twee ronden. Dick twee aan de onderzijde naar voren schuiven. Aan de rechterkant van de dame uit Tsjechië. Dat is de aanleiding. Belgen laatste ronde. Voor de volgende zet is Sjaan Alting. Aankomst. 1 stik 2, Sjaan Alting. Op de derde plaats de dame 176, als we het goed gezien hebben. Dan maar verder. Bij de achteras van de derde komen. Zodra je voorbij de achteras komt, dan is het uitsluiting. Einde wedstrijd, maar de derde gaat eruit en het gevecht is al begonnen. Je ziet het met Maximilian Deurbach, de man in de tweede, de tweede stelling, Jordi Franke. Je ziet het tijd op de Marcones. Aan de buitenkant onder 21 opgeleide van Ray. En de twee Tsjechen, David Sojka en Jaros Opsazer. Ah, dan gaan die Tsjechen toch even wat initiatief tonen. Wel voor de laatste ronde. Het gaat om de eerste twee plaats. En we hebben op dit moment David Sojka aan de leiding. Sojka met nog steeds de man uit Duitsland Dürkbach. Maximilian Dürkbach Sojka. Aankomst, eerste twee mannen plaatsen voor de finale. Bart Hollers aan de kleine finale en de kleine finale voor Jaros Opsazer. Nou, we spreken wat hier allemaal gaat gebeuren. Het is heel strak dat er een vliegtuig als Poesing achter de derde zet. Al onder de 44. Daarachter is in het oranje op de 14, Daan van Dorten. Twee ronden nog hier om de vijf. Eén man gaat er maar uit. Wie gaat dat dan worden? Dit is de man in het oranje. Die op dit moment op de laatste plaats krijgt. Op de 22 marktveld. Die staat op het veld op bijna. Dan is hij geplaatst. De deur wordt gesloten. De deur wordt gesloten. Maar is die lang genoeg gesloten? De bel gaat niet goed aan het slopen. Nog één ronde gaat. Alles nog mogelijk. Het is nog steeds aan de leiding Rinkart Asmus. En Daan van Orde gaat nu met hem mee. Aankomst. Rinkart Asmus, Daan van Orde, van de kleine finale 22 en 2.
52, Mark Veld en Filip Zenata. Aan het wiel gaat plaatsnemen van onder 42. U ziet het gebeuren, Johannes Koijsel. Maar inmiddels is hij daar al wat van geschoven. En krijgen we de Tsjechische mannen vooraan. Jakub Vivoda, Thomas Tesari. Van de leiding zou zijn Jakub Vivoda. Met 53 erachter Thomas Tesari. Danny weg en nu. Eén man valt buiten de boot. Wie gaat het worden? Twee Nederlanders, twee Tsjechen, één Duitser. De aanval gaat door van de man onder 42. Ja, Johannes Koijsel. Meldt zich hier bij Jakub Vivoda. Nog één ronde. Eén ronde te gaan. Vivoda, Tesari, brengt zich daar wat tussen bij de Tsjechen weer aan de leiding. Is de Duitser de vroeg op kop gekomen, gaat Paul Roy mee. De man onder 16, Paul Roy. Komt hij er nog aan. De twee Tsjechen gaan zich plaatsen. Roy naar de kleine finale. Dat geldt ook voor de man onder 42, Johannes Koijsel. Aan de binnenkant. De Tsjechen vormen nu een front en gaan naar 1 en 2. Gaan